Ik ben Britta, ik ben 20 jaar. En ik ben met mijn ouders toen ik 6 jaar was vanuit Soest naar het platteland verhuisd. Want mijn vader heeft als grote passie de paardensport en we wilden graag uitbreiden. Dus daarom zijn we in Harfsen gaan wonen. Ik rij al mijn hele leven. En ik geef inmiddels ook coaching en training op alles van het gebied van paardensport. En dus in mijn weekenden of als ik studeer in Nijmegen, maar als ik dan naar huis kom, dan moet ik vaak lesgeven. Het volgend jaar begin ik ook met een tweede studie ernaast, psychomotorische therapie en bewegingsagogie. Dus dan doe ik 2 studies. En ik wil graag bewegen gaan inzetten om mensen met gedragsproblemen of psychische problemen verder te helpen.